De hele oude munt. Papa Lang Slumf hebben we in ons team. Slumf. En XNL Gamer. Ja. Minions have spawned. The whole world in balance. XNL Gamer. Yes, that was a banana. No one expects the banana. Do you always fight so poorly? No, I'm not happy to see you. Yes, that is a horn growing out of my head. Yes, it is a horn growing out of my head. Helemaal achter de nigger. Never waste a breath. Ja, wat dan? They will know frenzy. I heed their call. Papa Langklum. Where am I needed? Yeah, I'm only doing what I need to do. The whole world in balance. Er komt iemand teleporten. Oh, waarom is het ook van de aarde? Gracefully. An enemy has been slain. I lend my aid. Moet ik Riot altijd even een procentje aan geven, zeg maar. Mana gebruik ik altijd. Ja, dus elke keer als hij een beeldje gebruikt, dan taxeert hij dan gewoon wat op. Ja, niet een beetje.
Die heal die kost ook echt 50 mana. Ik kan het eerst echt veel meer healen en ook nog 20. To heal and protect. En om nu efficiënt te healen moet je eerst een Q op de enemy doen en dan pas healen. I lend my I heed their call. Ga weg, Pippa. An enemy has been slain. Stop haar beacon al niet. Ik weet dus toen de tijd ook echt lekker hard gaan nerven. Namelijk die items die je nodig hebt. Nou, zijn de bits zijn ook heel hard generf. Niet volgens een Q. Ik heb echt het gevoel dat hij geen damage meer doet en vroeger kon je echt met dat ding gewoon baan tilten. Omdat je echt een basic attack, je Q en je ult en dan Lucia nou dood. Let's sell the score. I got no time for now. An enemy has been slain. Nou, dan komt Pivot even de smackdown geven. Hold on. Hey. I'll do this. I'll do this. Get a lot of that. Mm-hmm.
Is dat toch gewaard? Die Brent is echt zo dom en die zit telkens op botlane. Ik heb de echt. Every step, a new journey. Heb ik er dus mee gered zo te zien? Ik heb even tegen een muur aangeuld om daarna over de muur te vliezen en een mommelfles achter me aan. Ja, ik zal naar dat potje maar op bed gaan, want... Ja, wat doet hij? Wat doet hij hoor? Oh nou, hij killt hem. Annie is telkens op botlane, ze is gewoon botlane. For peace of mind. Ja, die papa longslomp, die kan er niet zoveel van. Where am I needed? To heal and protect. This is my path. Ik denk dat we maar weggaan. Your turret has been destroyed. The whole world in balance. An enemy has been slain. Where am I needed? For peace of mind. Never waste a breath. Oh,
Wauw. Oh, ik heb hem nog. Lucian dasht in één keer weg, gefocust die domme dragon focus mij. En dan ga ik eraan. Nou, dat gaat me niet zo raak aan scoren dan doen, zeggen we dan. Wat dan ga je? Gaat mij zo raak aan scoren dan. Je stond anders blijkbaar al 1-3. Wat voor zo'n raken scoren wilde je intact houden. Ik stond echt letterlijk na 16 minuten. Na 6. Heeft hij het nou overleefd? Hoe heeft hij een moment overleefd? Ik had red buff en ik had mijn red smite op hem gedaan. Nou, ik ben niet heel veel heel useful deze game. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar objective shit te doen. En Annie zet mij telkens te ulten. Gracefully. Your turret has been destroyed. Scaring off still. Nou, mijn Gwent quest continues. Weet je wat ik had gedaan? Was een... Dit was zo'n Gwent quest waarbij ik drie mensen moest... Waarbij ik tegen... Drie mensen moest spelen en hun
speciale kaart moest winnen. Toen was het afgelopen. En toen, toen was de quest gewoon afgelopen, toen waren er niet meer. Maar toen was ik even ergens heen gegaan om... En toen, oh, dit had ook nog een trick. En toen gaf iemand me weer in een nieuwe quest voor wat gewend gaat. En nu mag ik meedoen aan een gewend tournament. Nee, maar je hebt crowns. Dat is zeg maar gewoon het geld in het spel. Maar je vindt ook heel veel ander soort geld. En daar kun je in principe niks mee, tenzij je naar de bank gaat om het om te wisselen. Dus toen had ik weer wat centjes. En diegene bij de bank, daar ging ik even tegen Gwent spelen. Nou, die versloeg ik en toen kreeg ik dus een nieuwe Gwent quest. Wat met Gwent te spelen? Ja, ik had veel eerder die ijsdrinken moeten kopen. Maar ik had net niet genoeg, dus toen had ik een tech speed of zo gekocht. Amumu heeft maar gewoon gewandshot, hè? Met ult drukken. Ja, maar kijk wat hij heeft al gekocht, hè? Gewoon full AP gegaan. En hij had nog super tanky. Hm? Hij had nog super tanky. Ja, dat klopt. Maar dan heeft hij gewoon van die, waarschijnlijk van die... Masters en Runes voor Amumu, die dan standaard zijn. En die maken hem dan wel weer wat tanky. Je zou eigenlijk ook even Annie moeten gaan spelen. Ja, we gaan voor Sona. Kom hier, bitch. Sona is niet zo snel. Nee, dat hebben ze heel erg generfd, hoor. Of ook. Sona vonden ze te snel. Hadden ze ook nog even 5 movement speed eraf gehaald. Maar ze hadden ook nog geen upgrade boost. I lend my aid. Oh mijn god, dat meen je toch niet serieus? Die protobelt, dat flauw. Oh, wat is dat irritant, man. This is my path. I lend my aid.
They will go no further. To heal and... Ah, merde, man. Is zo'n fles constant uit mijn ulti? De bike crew op raad. Dat doe ik erin hoor. Oh, ik zit er ook hard gesloten, hè. Good night. Nou, ik denk dat het ook door je douche raken gaat worden, of niet? Jezus, het zit er een laag korrel op mijn puur. Dit was ook de bedoeling van een nieuwe raken dat je dit kon doen. Maar het is, ik vond het oude toch veel leuker. Never waste a breath. Dat had ze zelfs genervd, die Q. Die slode eerst altijd een stuk beter. Gracefully. An enemy has been slain. A new journey. Gracefully. Oh wow. Ik ben echt een bankshot. Holy shit, ik ben echt een bankshot. Kill mij godsnaam zo snel. Nou, wat doet die Lucy? Dat wint hij toch nog niet? Your turret has been destroyed. This is my path. Haste.
Nou, we moeten deze niet weer verliezen, want we hebben al zo vaak. We hebben al 3 keer van elkaar verloren. For peace of mind. Every step, a new journey. Maar even gebackdoord worden, hè? Even die bananen erop gooien. Zo doen we dat toch? Kom maar aan, kom maar aan. An ally has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. Waarom is Brandon de dragon out, Soto? What the hell? Moet ik maar een Black Cleaver halen? Every step, a new Is dat goed? Nou, ik weet, ik heb het gevoel dat we niet echt veel damage hebben. Ik koop altijd wel gewoon een full damage halen. Where's my panda? Where's my panda gejaagd? Holy shit, dat was ik tanky. You are.